Hallo en welkom allemaal bij deze tutorial over regressieanalyse. Ik ga het er een paar delen hakken, want het is een vrij uitgebreid onderwerp. Ik begin in deze tutorial helemaal bij de basics. Dus sowieso gaat het over het uitvoeren van regressieanalyse en over de interpretatie van de uitkomsten. Het niet zozeer over de schatting van de modellen. Dat is meer iets voor de statistiekcursussen. Maar ik heb het in wat afzonderlijke brokken gehakt omdat het anders veel te lang werd. Dus ik begin met een model met één continue onafhankelijke variabele. Zoals je dat probeert. Dus de afhankelijke variabele is altijd continu bij regressieanalyse. Dus ik begin met één continue onafhankelijke variabele. Volgende tutorial zal zijn over modellen met categorische onafhankelijke variabelen. Ik ga ervan uit dat je die termen kent. En dan gaan we werken met dummy variabelen. Dus dat zal ik daar laten zien. Bij deze tutorial ga ik met de basics beginnen. Eén continue onafhankelijke variabelen. En ik doe dat in een A-deel en een B-deel. Om het ook wat behapbaarder te maken. Dus A en A. Nu ga ik model maken en interpreteren. Dat gaat met name over het intercept en regressiecoëfficiënt. En deel B ga ik stilstaan bij standaard error bij p-waardes en bij r-kwadraat. Oké, laten we gaan beginnen. Ik begin zoals eerder in de tutorials, als je wil weten hoe dit werkt, moet je even naar de eerste tutorial kijken. Meestal hebben we een hypothese als we regressieanalyse gaan doen. En we hebben literatuur bestudeerd en uit de theorie hebben we een hypothese afgeleid. Nou, ik ga er nu even vanuit dat we dat hebben gedaan en we zijn tot de hypothese gekomen dat hoe ouder mensen zijn, hoe lager de tevredenheid met hun leven. Kun je je eens voorstellen? Mensen krijgen misschien problemen met hun gezondheid, of wat dan ook. En ja, worden wat minder tevreden met hun leven. Oké, dat is onze hypothese. En de impliciete nulhypothese daarbij is dan natuurlijk dat er geen verband is tussen leeftijd en tevredenheid. Dat is altijd een beetje, als je wetenschappelijke artikelen bekijkt, dan staat dat er meestal niet bij wat een nulhypothese is. Dat moet je dan zelf maar raden. Oké, dus dat gaan we onderzoeken. Nou, we gaan beginnen met wat databewerking. We hebben die variabelen al wel eens eerder voorbij zien komen. Maar dat zit weer in de data van de General Social Survey. Dat satisfaction, daar zit een variabele Satisfaction with Life in. Dat is een 7-punt schaal. En zoals we hier in de attributes kunnen zien, is dat eigenlijk gespiegeld. Dus de mensen die completely satisfied zijn, hebben één score. Dus daar ga ik nog eventjes omdraaien. En dan even testen of dat omdraaien is gelukt. Dat is gewoon een goede standaard routine. Bijvoorbeeld door naar de correlatie te kijken. Nou, die is min 1. Dus twee variabelen zijn keurig. Die oude waar ik mee ben begonnen en de nieuwe zijn keurig elkaars tegenbeeld. Gespiegeld aan elkaar. Ik kan nog even kijken naar die verdeling van tevredenheid. Nou, er zijn wat meer mensen aan de rechterkant. Het is een beetje rechts scheef. En gelukkig maar, zou je kunnen zeggen. Er zijn wat meer mensen tevreden dan ontevreden over hun leven. Dit vatten we hier even op als een continue variabele. Het is natuurlijk niet helemaal continu, maar goed genoeg voor nu. En kunnen we ook even kijken naar de descriptives. Het gemiddelde van tevredenheid is 5,5. Loopt tussen 1 en 7. Het is dan de deviatie van 1 ongeveer. Oké, nou prima. Leeftijd is er rechtstreeks naar gevraagd. Is op zich niet zoveel mis mee, maar ik ga ten behoeve van de uitleg zo meteen ga ik er wel iets mee doen. En dat is namelijk centreren. Dat betekent ik ga van de leeftijdsscore de gemiddelde leeftijd afhalen. En dat kan ik doen met de scale functie. Ik kan het ook gewoon met de hand tussen aanhalingstekens doen, maar ik kan ook met scale doen. En dan zeg ik center is true en scale is false. Anders zou het een genormaliseerde variabele worden. Nu is het een gecentreerde variabele. En dat betekent dat nu die h underscore c, die als het goed is gemiddelde 0 heeft. Dat kun je hier mooi zien. Die heeft een iets andere betekenis. Als je zeg maar gecentreerde leeftijd 1 hebt, dan ben je niet 1 jaar oud, maar dan ben je 1 jaar ouder dan het gemiddelde. En dat is zometeen handig in de
handig in de interpretatie van de modellen. Maar dat zal zo meteen duidelijk worden. Oké, we gaan een regressiemodel maken. Dat betekent dat we de waardes van een afhankelijke variabele, in dit geval tevredenheid, gaan schatten. Ja, dus bij een regressieanalyse maak je altijd een model waarmee je probeert te schatten de waardes van i, van je afhankelijke variabele. Oké, en het allersimpelste model is dat eigenlijk zonder onafhankelijke variabelen. Dus stel, het is een beetje vergelijkbaar als dat je een blinddoek om hebt en er wordt aan je gevraagd of je iemand die aanwezig is in de ruimte, die je niet kent en niet eerder hebt gezien, of je daarvan de leeftijd wil schatten. Of sorry, de tevredenheid wil schatten. Nou, je weet er niks van de persoon af, dus de veiligste gok is eigenlijk het gemiddelde. Nou, dat is precies, want dan heb je waarschijnlijk de kortste afstand tot de feitelijke tevredenheid van de persoon. Nou, dat is precies wat het simpelste model met alleen een intercept doet. Dus als we een regressiemodel gaan schatten in R, dan doen we dat altijd met de LM-functie, Linear Model. We beginnen met de afhankelijke variabele, in dit geval de vloer. En een golfje om aan te geven dat die moet worden voorspeld door, normaal gesproken, een aantal onafhankelijke variabelen. Maar dit is een leeg model met alleen een intercept. En daar kan ik om vragen door hier even een eentje toe te voegen. En daarna geven we op welke data dat model op moet worden geschat. Of als je het prettig vindt, kan je ook dit is zo'n soort constructie kiezen. En of je die data niet opgeeft. Maar goed, als je veel variabelen hebt, is dit wel handig. En die LM-functie die produceert heel veel output. Dus we slaan het even op in een object. Dat noem ik M1, model 1. En dan kunnen we daar de summary van uitvragen. En dan krijgen we daar de belangrijkste dingen eruit. Oh, dat wil ik niet. Oké, ik krijg output, ik krijg nog een keer de formule. Ik krijg residuals, gaan we nu niet bij stilstaan. En dan komt het belangrijkste, coefficients. En er is maar één coefficient in dit geval, dat is het intercept. Oké, wat betekent dat nou? Of eigenlijk moet ik het nog iets. Laat ik het iets algemener zeggen. Ja, wat betekent dat nou? Nou, hopelijk weet je nog uit de statistiek lessen dat een regressievergelijking in algemene zin zo'n soort constructie heeft. Ja, dus we schatten een ei, of eigenlijk moet dat zijn een ei met een dakje erop. Maar dat kan ik hier in deze tekst-editor niet maken, volgens mij. En die geschatte i is een combinatie van een intercept a, of soms wordt het aangegeven als b0, en dan een combinatie van een regressiecoëfficiënt b1 en een onafhankelijke variabele x1. En misschien nog een onafhankelijke variabele met zijn eigen regressiecoëfficiënt enzovoort. En dus dat is de algemene vorm van de regressievergelijking. Nou, hier hebben we een heel simpel model. We hebben geen onafhankelijke variabelen, dus we hebben alleen maar die a, alleen maar dat intercept. En we hebben dat net geschat en dan blijkt dat dat intercept is 5,49, als we het even afronden. Ja, dus wat betekent dat nou eigenlijk? Voorspelt ons model voor iedereen, voor alle respondenten, dat de tevredenheid van die mensen 5,49 zal zijn. Ja, en omdat er verder niks in dat model zit, is dat gewoon hetzelfde als wat we ook gezien hadden bij het gemiddelde. Ja, dus in dit geval leeg model is dat intercept is gewoon gelijk aan een gemiddelde tevredenheid. Dus dat het onze beste schat kan worden, hoe tevreden mensen zijn. Oké, gaan we het model beter proberen te maken. Dus we gaan leeftijd toevoegen, want daar hadden we een hypothese over. Dacht dat leeftijd wel eens zou kunnen samenhangen met tevredenheid. Nou, ga ik dat model wat uitbreiden. Ik noem het M2. En nu stop ik in het model die age underscore c, gecentreerde leeftijdsscores. Gaat verder op dezelfde manier. En dan gaan we eens kijken wat uitkomt. Zelfde soort output, ook weer een intercept. Maar nu
een coëfficiënt erbij, een estimate, een schatter van het effect van leeftijd. En dat is behoorlijk klein, zoals je hier kunt zien. Dus afgerond is het 0,005. Nou, als we dat weer invullen in de regressievergelijking, dan betekent dat dat die vergelijking er nu zo uitziet. I, geschatte I, is 5,494 plus punt of 0,005 maal leeftijd. Ja, dus wat geeft die regressiecoëfficiënt nou aan? Nou, dat geeft eigenlijk aan de geschatte waarde van tevredenheid bij 1 jaar verschil in leeftijd. En we weten, leeftijd was gecentreerd. En dus leeftijd is gelijk aan 0 bij mensen van gemiddelde leeftijd. En dus dat is ook een manier om na te gaan wat het intercept betekent. En dan kun je, als je dat wil weten wat de interpretatie is van een intercept, dan moet je kijken naar de situatie waar alle regressiecoëfficiënten 0 zijn. En dus in dit geval is dat ja, bij mensen die een gemiddelde leeftijd hebben. En dan krijg je hier 0,005 maal 0, dus dat is natuurlijk 0, dus dan heb je gewoon het intercept. Dus die 5,494, dat is de schatting van het model voor mensen met gemiddelde leeftijd van wat hun tevredenheid is. Nou, wat als iemand dan 10 jaar boven gemiddeld zit? Dan krijg je hier dus leeftijd 10, 10 boven het gemiddelde, maal 0,5. 0,05 is 0,05. En dat zitten die mensen die 10 jaar ouder zijn, hoger dan de mensen die gemiddeld zijn. Dus dat is de schatting van de gemiddelde tevredenheid van mensen die 10 jaar ouder zijn dan de gemiddelde leeftijd, wordt die 5,49 plus die punt 0,5. Dus dat is iets van 5,54 afgerond. Oké. Ja, dus zo interpreteer je dat. Je kan het ook visualiseren, eventueel. Hoewel, ja, kan die leeftijd en tevredenheid plotten. Dan krijgen we dit. Om weer iets groter te maken. Dit is alleen zodanig grote dataset dat het heel moeilijk uit te lezen is. Je hebt heel veel punten. Maar als je hier deze lijn doorheen zou trekken, dan zou die er zo uitzien. En dus een lijn iets omhoog. Een tegenstelling ook nog tot onze hypothese. Maar daar komen we zo nog op. Dus ja, het is een beetje moeilijk te zien. Ik kan eventueel wel. Een truc die we zouden kunnen toepassen is even aggregeren. Dus het gemiddelde uitrekenen per leeftijd. En dat plotten. Dat is een beetje tricky, omdat die leeftijdsgroepen niet allemaal even groot hoeven te zijn. Maar als verkennende analyse kunnen we dat gerust doen. Dit heb ik eerder laten zien. Je neemt de data en je geeft hem door aan group by. Dus je gaat alles wat er volgt, ga je per groep doen. En dan vraag je, oké, ik wil summarizen en het gemiddelde uitrekenen van tevredenheid. Per groep dus. En dan stoppen we dan in een object temp. Nou ja, het ziet er zo uit als je hieronder kunt zien. Dus je hebt hier alle leeftijdsscores, en dat kan ook min zijn, want mensen zitten onder de gemiddelde leeftijd. En dan nog hun gemiddelde tevredenheid. Kijk, plotten, dat heb ik ook al een keer eerder laten zien. Nou, dat is al een iets duidelijker plaatje. Aan het einde, bij de echte oudjes, gaat het wat uit elkaar lopen. Daar zijn de groepen waarschijnlijk klein. Maar je ziet wel een licht opgaande tendens zo in deze figuur. Oké, dus dat is hoe je die coëfficiënt van leeftijd interpreteert en dat is hoe je het intercept interpreteert. Oké. Dus wat betekent dat nou voor onze hypothese? Nou, moeten we even weer terug naar de output. Ja, het betekent twee dingen eigenlijk. Ten eerste zouden we nog één ding moeten doen hier. Want
Als je goed hebt opgelet, was onze hypothese, wat ze noemen, eenzijdig. He, dus onze hypothese was niet dat er een verband was tussen leeftijd en tevredenheid, maar dat hoe hoger de leeftijd, hoe tevredener mensen zijn. Of hoe ontevredener mensen zijn. Dus dat een richting. En standaard geeft R in de output bij deze p-waardes de tweezijdige toetsing, de uitkomst bij de overschrijdingskans bij tweezijdige toetsing. Oké, dus als bij een eenzijdige hypothese moet je die eigenlijk, maar nu wordt het resultaat niet veel uit, moet je die nog door twee delen. Dus dan heb je hier staan 0,003 in plaats van 0,006. En dan is het, de eerste conclusie is, oké, dat is duidelijk kleiner dan 0,05, dus de nulhypothese is verworpen. En we kunnen met redelijke zekerheid zeggen dat het niet zo is dat er geen verband is. Dus een heel hypothese is verworpen. Maar het is natuurlijk anders dan wat we hadden voorspeld. En dus we hebben zelfs een iets opgaande tendens. Dus oudere mensen zijn iets tevredener over hun leven dan jongere mensen. En dat zit hem vooral in de jongere ouderen, denk ik. Waarschijnlijk als je echt bij de oudere ouderen komt, loopt dat wel weer een beetje terug. Maar in ieder geval, daar gaat het nu niet om. Dus we verwerpen de nulhypothese, maar we weten dat dat de bevindingen eigenlijk precies het tegenovergestelde zijn van wat we hadden verwacht. Oké, en wat ook heel belangrijk is, is ja, de significantie is maar één ding. Zeker met een hele grote sample, voor de toetsen zijn heel snel significant. Of resultaten zijn heel snel significant. Dus het is ook belangrijk om te kijken hoe groot is het effect. En hier is het. Ja, we hadden eigenlijk al gezien dat het effect heel, heel klein is. En dat is ook te zien aan de verklaarde variantie. Als je hier even kijkt naar beneden, 0,005 of 0,006. Ja, dus een 0,5, 0,6% verklaarde variantie. Is heel erg weinig. Dus leeftijd heeft maar een heel klein effect, maar wel significant. En in de richting dat. Hoe ouder mensen worden, hoe tevredener ze eigenlijk zijn. Oké, ik hoop dat dat duidelijk is. En dan gaan we hierna verder met de p-waardes en de standaard errors en de verklaarde variabelen.